Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arnie, en vandaag deel 2 van Survival Mode op Resistance. En de vorige keer zijn we tot hier gekomen, tot wave 11. En het is nu wave 12, dus ik ga daar gewoon bij verder. Ik zit dit natuurlijk allemaal achter elkaar op te nemen, want ja, anders dan is het niet echt mogelijk. Maar ja, gaat lekker tot nu toe, wave 12. Alleen, ik kan dus niet echt heel veel wapens kopen en ik moet hier eventjes binnen blijven. Volgens mij kan ik ook niet eens sentries kopen. Heb ik daar ook niet echt het level voor namelijk. Dus dat is pech. Maar ja, dat is niet anders. Dat is nou eenmaal mijn pech. En dan komen ze allemaal vanaf hier binnen. Vanaf mijn campspot. Ze hebben mijn plekje overgenomen. En hier buitenlangs komt er ook eentje. Dus die pak ik hier zo. En dan is er nog één gast binnen als het goed is. Of als het slecht is. Maar die heb ik in ieder geval gekild nu. En mijn AK-47 zit alweer vol. Dus misschien moet ik daarmee wel wat kogeltjes gaan schieten. En het is wel lekker dat ik nu al op de 29.000 punten zit. Want dan kan ik proberen om de juggernauts, als die er zijn, om die te killen met een predator of zo. Want dat is best wel chill. Dat is gewoon een luxe die ik dan heb als ik zoveel punten heb. En die gasten die gaan weer ontploffen. Die gaan weer boom doen. Dus dat, ja, dat gaat weer lekker. En ik pak hier zo die triple kills telkens op. En dat is ook best wel chill om telkens die triple kills op te pakken. En nu is mijn, ja, mijn MP5 zo goed als leeg. Dus moet ik weer even wachten totdat er weer nieuwe wapens komen. En dan ga ik maar met de AK-47 spelen. En gelukkig heeft die AK-47 ze redelijk snel dood. Dat is wel weer chill. En dan ga ik gelijk weer door naar de volgende ronde. Want nu score ik per ronde zo'n 3.000 of 4.000 punten. En dat is dus best wel chill. En zo te zien heb ik net weer eventjes een aantal MP5 kogels toevallig opgepakt ergens. Weet ik niet precies waar die vandaan kwamen. Maar dat boeit me ook niet al te veel. Wat mij eerder boeit is dat die mensen erin komen rushen als Mongolen. Holy shit. Zijn ze gek geworden ofzo? Het is nationale rustdag ofzo. En dat is niet echt heel chill. Dus ik moet hier eventjes proberen te overleven. Al gaat dat wel lukken denk ik zo. Alleen moet ik even zorgen dat ik die dogs kill. Voordat die bij mij komen. Oh fuck. En ze komen nu waarschijnlijk weer binnen gerust. Als Mongolen. Of niet. Nou ja. Dan gaan ze allemaal maar in een rijtje lopen en kan ik easy die kills pakken. Dat maakt mij dan ook niet heel veel uit. Hier is weer een terroristje. En ik ga even die USAS oppakken. Want dat zijn toch weer allemaal lekkere kogeltjes voor de USAS. Waar ik toch weer lekker wat kills mee kan pakken, denk ik zo. En nu komen er twee juggernauts. Dus dan ga ik nu eventjes heel erg snel naar die weapon cache lopen. Of naar die, hoe heet het? Air Support Armory. En dan ga ik een Predator missile kopen. En die ga ik zo meteen dan inkallen op die juggernauts. Oh ja. Dan ga ik die inkallen op die juggernauts. En dan ga ik eens even kijken of ik die lekker kapot kan knallen. Sowieso die gast die gaat wel kapot denk ik zo. Ja. Dus dat is al nice. En dan komt er nog eentje. En die heeft mijn stun ontweken. Dus dat is wat minder. Maar nu ga ik erop af met de USAS en alles op zijn hoofd rennen. En dan weer als een poesje wegrennen. Want dat is mijn tactiek. En niet slaan, jij stoute fucking Mongol. Oh, dat was hem al, joh. Dat was best wel easy. Dat was zeker wel easy. Ze stellen nog niet al te super veel voor tot nu toe. Even kijken of ik hier nog wat kan halen. Nou ja, een care package. Volgens mij heb ik geen perks. Quick draw of steady aim. Tot nu toe zijn die nog niet echt super handig. Ik ga gewoon de volgende ronde in. En ik zie wel wat er dan gaat gebeuren. En zo te zien ligt hier nog een model. Oh wow, die heeft gewoon geen ammo. Dat is ook lekker. Maar niet heus. Even kijken, volgens mij ligt hier dan nog die MP5. Ja. Dus dan kan ik daar straks eventueel nog kogels voor halen. Oh trouwens, ze hebben nu natuurlijk weer een nieuw wapen. De GCR. Dus die ga ik zo meteen oppakken en dan ga ik daarmee weer killen. Want dat is ook wel een lekker wapentje. En anders dan had ik die waarschijnlijk toch gekocht in de shop hier zo.
En moet ik wel zorgen dat ik deze ronde niet echt dood ga. Ook al denk ik wel dat dat gaat lukken. Ja. En dan was dat wave 16 alweer. En dan gaan we nu weer naar de volgende ronde. Hebben we hier alweer wat ACR-kogels. En dan gaan we gewoon gelijk weer door hier binnen zitten. Opwachten tot die gasten binnenkomen. En waarschijnlijk komen ze zo meteen weer binnen gerend als Mongolen. Vooral aan deze kant. Dat bedoel ik. Het is echt geluk dat deze mensen niet spelen zoals sommige mensen online doen. Dus full rush. Want als ze dat zouden doen, dan was dat best wel negatief voor mij. Want ja, dan kwamen ze als een stelletje debiel op mij afgerend. Ja, tenzij ze trouwens zouden spelen als de mensen op Black Ops 2. Dan zouden ze gewoon met de target finder in het hoekje gaan zitten. En dan zou ik er geen probleem mee hebben, want dan komen ze tenminste niet allemaal tegelijk op mij af. Dus dat zou wel even kunnen. Nu ga ik denk ik eventjes claymores hier neerzetten. Want dat kan op zich nog best wel handig zijn. Aangezien ik toch veel aan deze kant sta. En dan zet ik het gewoon zo neer dat als ze binnenkomen, ze gewoon helemaal kapot gemaakt worden. En dan ga ik naar de volgende ronde. En dan ga ik hier weer zitten campen. En dan komen er weer hostiles. Heb ik nu 46.000 score alweer. Tenminste dollar. En ik ben nu level 13. Dus dat gaat op zich wel redelijk lekker. Alleen mijn claymores die zijn nu al aan het activeren. En die zijn al wat kills aan het maken. En volgens mij hebben die daar al redelijk wat kills gemaakt. En dat is best wel gunstig. Dat ze daar kills maken. Want daarvoor heb ik ze natuurlijk ook gekocht. Alleen zijn ze nu uitgewerkt volgens mij, mijn claymores. Ja, mijn claymores die zijn weg. Moet ik wisselen naar de ACR. Want mijn AK-47 kogels zijn op. En de ACR is trouwens echt een lekker wapentje. Herlaat ook lekker simpel. Lekker simpel, lekker snel. En nu heb ik een trofee. Get rich or die trying. En dat is dus volgens mij voor de 50.000. Kan ik me herinneren. En hoppakee, dat was alweer de laatste gast. En dan heb ik ook alweer wat AK-47 kogels. Dat is gelukkig, want die AK-47 kogels, ja, die liggen hier gewoon nog overal volgens mij een beetje in de buurt. Vanwege die gasten van de vorige rondes nog. En dan ga ik gewoon weer hetzelfde, gewoon weer claymortjes neerpompen. En dat waren de claymores die ik had. En dan ga ik gewoon weer een beetje dit deel overkijken. En mijn claymores die zijn nu alweer bezig met killen. En dan komen er zo te zien niet al te veel vanaf die kant. Dus dat is wel gunstig. Nu even 1000 score in één keer. En die hond moest eventjes heel erg dood. Moet ik even herladen voor niet al te veel kogels. En wisselen naar de ACR. En dat is niet echt heel cool, want ze komen hier binnenlopen. Oh nee. Oh nee. Gewoon blijven sprayen. Dat schrikt ze wel af. Oké, nice. Die C4 gas schrikt ze vooral af. Want dan willen ze hier niet naar binnen komen omdat er iets gaat ontploffen. Volgens mij was dat weer een hond. En ik hoop echt dat ik heel snel sentries kan gaan kopen. Want op deze manier is het niet echt cool. Want ze komen allemaal vanaf die andere kant. En dat is dus niet echt heel erg cool. Ik ga denk ik even kijken wanneer ik sentries kan kopen. Want die kan ik toch best wel goed gebruiken. Sentries. Vanaf level 17. Come on. Moet ik nog redelijk wat. Claymores ga ik weer refillen en flashbangs. En ik koop wel gewoon even een body armor. Ik bedoel, die kan ik wel missen van die 55.000 die ik nu heb. Dat is niet zo'n heel erg groot probleem. En nu krijg ik 3 juggernauts voor me kiezen. Dus dan ga ik hopen dat ik weer kan sprinten naar deze. Om een een predator te halen. En dan ga ik wegsprinten van die gast die daar spant. Want die komt nu als een Mongool op mij afgesprint, denk ik. Oké, dan kan ik deze nu op hem afdonderen. En dan is hij in ieder geval uitgeschakeld. Alleen dan komen er dus nog 2. En dan ga ik gewoon hier headglitchen. Oh nee, ik word ingesloten. Dat is niet cool. Ik ga ingesloten worden. Dat is niet cool. Gewoon alles op zijn hoofd. Alles op zijn hoofd. En die body armor die komt nu wel heel erg goed uit. Moet ik wel raken. Oké, dat was de tweede. En ik ga hier denk ik eventjes een C4 trap maken. Want dat werkt meestal wel goed.
Hopen dat hij het niet kapot schiet. Want dat doen ze volgens mij nog wel eens. Ga ze dood. Jawel. Nice. Zo kan je ook met C4 omgaan. Ik weet dat ik dat vroeger heel vaak deed met dat C4 zo'n trap gooien. En dan raak ze gewoon, ja, geraakt en zo. En dan zijn ze dus niet echt heel erg blij. En dan worden ze kapot gemaakt. Als je het zo wil noemen, kapot gemaakt. Maar goed, ga ik weer naar deze kant met mijn HR staan. Zo te zien hebben ze nu de VAT. Tenminste, dat zijn altijd de VAT-mannetjes. Dat klonk als VAP-mannetjes. Ik weet niet of ze dat doen, maar... In ieder geval zijn dit die overpowerde gastjes. Hele, hele, hele overpowerde gastjes. Die wel redelijk simpel te killen zijn. Want als je een... tenminste, als ze allemaal op een rij staan en je schiet ze allemaal door elkaar heen. Dan... Ik weet het niet, dan schieten ze niet echt door, lijkt het. Dan hebben ze meer pijn en dan zijn ze meer bezig met zichzelf van de pijn te verlossen. Dan dat ze kills gaan pakken ofzo. En die vat die hou ik wel eventjes bij me. Alleen dan ga ik even kijken of ik straks een light machine gun kan gaan pakken. Want dat komt op zich ook wel redelijk goed uit. Uh-oh, en dan ga ik weer eventjes claymores neerzetten. En hopelijk schieten ze hem niet kapot. En mijn claymores zijn alweer op. Nou ja, dan schiet ik hem wel eventjes kapot. En dan komen ze daar al aan met heel veel mensen. En dat is niet echt cool. Want dan word ik weer dus ingesloten. Zo te zien komen ze toch nog alleen vanaf die kant. Dus dat is wel chill. Oh wauw, ik heb nog maar één kogel in die ACR. Moet ik even wisselen naar de VAT. Dan moet ik even herladen, want ik heb gewoon nauwelijks kogels meer. En dan staan ze daar allemaal te campen. Met zaal op een rijtje, pussy doen. Oké, okay, en dan ga ik hier weer heen, want hier ligt als het goed is heel veel ammo van de VAT. Dus dat is ook weer lekker. En dan ga ik zo meteen denk ik toch eventjes langs de weapon crate. Toch eventjes wat ammo halen, want die VAT die is niet ideaal. Want die herlaadt niet echt super snel. Vergeleken met een paar andere wapens. En waar is die laatste? Die ligt daar. Oké, okay, dan ga ik nu eventjes rennen naar de weapon crate. En kijken wat ik precies kan gaan kopen. Ben benieuwd. Kan ik al light machine guns? M60, alleen die duurt volgens mij heel lang om te herladen. En sniper heb ik niks aan. Shotgun heb ik niks aan. Assault rifle? Nee. En submachine guns? Nou, die is het ook niet echt waard. Light machine gun kan ik wel de M60 gaan halen. Ja. Dat ga ik gewoon doen. De M60. En dan schiet ik die eerst leeg en dan herlaat ik die aan het einde van de ronde. Want als ik die onder de ronde ga herladen, dan is dat niet echt heel erg chill. Want als ik die onder de ronde ga herladen, dan duurt dat heel lang. En dan word ik waarschijnlijk helemaal kapot geschoten. En trouwens, die M60 is wel sterk. Dus dat is wel beter. Alleen nu word ik ingesloten en ben ik down. Oh, lekker dan maar niet heus. Oh, wauw. Ben ik serieus dood omdat dat ding niet doorschiet? Ben ik serieus dood? Omdat dat ding niet gewoon doorschiet. Wauw. Nou ja, als het makkelijker was. Tenminste, als ik sentries had, was het veel makkelijker geweest. Nou ja, ik ga in ieder geval deze map later weer proberen. Ik ga nu in ieder geval een nieuwe map proberen. Kijken of ik die wel lekker kan halen. Maar dit was het in ieder geval voor nu. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat even een groen duimpje achter als jullie ervan genoten hebben. En dan ga ik binnenkort Village spelen. Ja, en hopelijk haal ik dan binnenkort eventjes sentry guns en zo, dat ik die kan plaatsen. Dat is veel beter. Ja, jongens, dit was het. Laat even een groen duimpje achter dus. Bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. En eus.